ik ga heel erg kijken wat ik gedaan heb en wat andere mensen aan het doen zijn. En dan merk ik ook van, ik ga heel erg naar... Ik zou even naar leeftijden kijken. Van, oh, die hebben dat en dat al gedaan, die leeftijd. En vooral heel erg bezig zijn met een buitenbeeld. Of een virtual beeld dat vooral online wordt showcased. Flickr en MySpace en Nederland en Hives dan. In je websites, in je blogs. Iedereen heeft wel een blog. Ik wil het ook heel graag loslaten. Ik vind het zo van, dat is het toch niet belangrijk. Want aan het eind van de dag, what have you got to show for it? De whole fucking wereld lijkt wel cool. Ook al zijn, weet je, iedereen lijkt wel kunstenaar en artiest en smaak te hebben en whatever. Je zit dan op Facebook en dan heeft iedereen zo allemaal geweldige leuke feestfoto's. En dan denk je bij jezelf, ik zit hier depressief te zijn op de bank, terwijl de rest van de wereld alleen maar plezier aan het maken is. En dat is echt een rotgevoel. Dat kan op een Hives of een YouTube. Of zo kan je een bepaald beeld krijgen van iemand. Wat je ziet als realiteit en meteen zo aanneemt. En, maar wat eigenlijk helemaal niet de realiteit is. Ik bedoel, ik maak zelf natuurlijk ook een bepaalde selectie van foto's die ik daar wel of niet op zet. En denk je dat je dat ook in je dagelijks leven doet? Ja. Ja, het is wel moeilijk om daar een soort van grens voor in de gaten te houden. Dat je niet echt gaat toneelspelen, zeg maar. Natuurlijk doe je dat wel een beetje. Ben je bezig met het plaatje dat je neerzet? Ja, daar ben ik wel mee bezig. Maar het is vooral dat er een plaatje moet zijn en kom er vooral even niet achter kijken. Want ik ben het nog niet. Wanneer is die onzekerheid begonnen? Ja, dat is waarschijnlijk ergens in mijn adolescence. Daar kwam een hele sterke onzekerheid over mezelf. Dat het heel erg dat kwam van dat je altijd wil weten wat anderen van je denken. Of het allemaal